De overheid kijkt veel te beperkt naar de mogelijkheden om brexitgelden te verdelen. Dat vindt de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman. Hij heeft een plan om urkervissers te helpen die mede door brexit minder kunnen vissen. Den Haag wil dit voorstel niet in Brussel indienen. Het Nederlands Studentenorkest geeft deze zomer een reeks concerten in de topsporthal in Almerepoort. Het gaat om een serie van 8 concerten. Normaal gesproken treedt het NSO op in concertzalen in binnen- en buitenland. Maar vanwege corona heeft het orkest nu gekozen voor 1 bijzondere locatie. Op de step voor het goede doel. Niet zomaar een paar rondjes rond de kerk, nee, iets verder. Om het 25-jarig bestaan van studentenvereniging USRA te vieren, moest er van Parijs naar Dronten worden gestept. En daar werd uiteraard verslag van gedaan door de lokale omroep Vlot. Het is donderdag 5 augustus en dit is Flevoland. Goedenavond. De overheid kijkt veel te beperkt naar de mogelijkheden om brexitgelden te verdelen. Dat vindt gedeputeerde Michiel Rijsberman van de provincie Flevoland. Hij heeft een plan om urkervissers te helpen die door mede de brexit minder kunnen vissen. Den Haag wil dit voorstel niet in Brussel indienen. Nederland krijgt van Europa 886 miljoen euro. Dit geld is bedoeld om schade en extra gemaakte kosten te betalen die door toedoen van brexit zijn ontstaan. De provincie Flevoland had gehoopt om zelf geld uit dit fonds te gebruiken om de schade in Flevoland te betalen. Het Rijk wil dat niet. Het gaat over de kosten die je moet uitgeven om je aan te passen aan de nieuwe situatie na Brexit. En het Rijk wil dat eigenlijk heel eng opvatten. Dus het gaat over de directe kosten die het Rijk gemaakt heeft voor de Brexit. En dan hebben we het over douanekosten, parkeerplaatsen bij de haven van Rotterdam, dat soort dingen. Want u wilt eigenlijk kijken naar projecten die verder gaan dan die directe kosten. Hoe gaat het nu verder met Brexit? Hoe gaat het nu verder met de visserijsector? Ja, precies. Een van de dingen die het Rijk wil doen is de saneringsregeling voor de visserij. Dat betekent eigenlijk dat je mensen betaalt om op te houden met vissen. Ja, maar dan moeten ze nog steeds wat doen. Hè? Dan moet je nog steeds zorgen dat ook de mensen die niet rechtstreeks op zo'n boot zitten, maar die te maken hebben met de visverwerkende industrie bijvoorbeeld, of de toeleverende industrie, dat die ook een perspectief houden. En juist dat soort dingen wilden wij ons op richten. En die laat het Rijk liggen. En dat vinden we wel jammer. Want met alleen saneren ben je er nog niet. Al enige tijd is de provincie bezig met een project om urkers minder afhankelijk te maken van visserij. Verschillende projecten voor omscholing, bijscholing en onder andere de investeringen die we in de maritieme servicehaven hier doen op Urk. Allemaal dingen die wel gerelateerd zijn aan de maritieme sector, maar niet rechtstreeks aan de visserij. En die zouden we graag doen. Daar hebben we bedragen voor, van, afhankelijk van hoe je rekent, tussen de 8 en de 15 miljoen. Die zouden we dus graag vergoed zien uit die Brexit Adjustment Reserve. Alleen het Rijk zegt, nee, dat zijn kosten die vinden wij niet rechtstreeks genoeg gerelateerd aan Brexit. En u zegt, dit is wel gerelateerd aan Brexit? Ja, wij zeggen van wel. En Brussel zegt het eigenlijk ook. Maar ja, als het niet in het nationale plan terechtkomt, dan kunnen we er verder niks mee. Het is wel heel jammer dat we op die manier eigenlijk tegenover het Rijk staan. Want u kunt dit plan niet rechtstreeks in Brussel indienen? Nee, dat moet echt in het nationale plan terechtkomen. En ja, dan moet je dus wel met elkaar eens zijn over wat erin terechtkomt. De provincie Flevoland heeft met het ministerie van Economische Zaken gesproken over de regeling. Vooralsnog zit er geen verandering in ten gunste van de provincie. Den Haag is koppig? Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Den Haag heeft zijn mening bepaald. Het is natuurlijk een beetje makkelijk vanuit het Rijk gedacht om te zeggen van nou, wij hebben onze eigen kosten, laten we die maar even betalen uit het potje vanuit Brussel. Terwijl ze een belangrijk deel van die kosten al lang betaald hebben. Dus je zou ook kunnen zeggen van ja, dat was de begroting van 2020. En als je dan denkt van we kunnen nu een financiële meevaller organiseren door een potje uit Brussel. Ja, ik snap dat het aantrekkelijk is voor Den Haag. Maar het is niet waar onze economie in Flevoland en de visserij op Urk mee gediend is. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd. De topsporthal in Almerepoort is de komende week een concertlocatie. Het Nederlands Studentenorkest gebruikt de hal voor 8 optredens. Normaal gesproken treedt het NSO op in concertzalen verspreid door het land. Maar dat is nu onmogelijk. Flink gerepeteerd wordt er nog, voordat morgenavond de eerste show op het programma staat. En alles dus gewoon ouderwets dicht op elkaar. Geen 1,5 meter afstand voor de muzikanten. Wij zijn voordat we begonnen met repeteren allemaal 5 dagen in zelfisolatie gegaan. Dus toen hebben we niemand gezien, zijn we allemaal binnen geweest. Ontbijtje werd voor de deur gezet.
echt, dat was best wel strikt. En vervolgens zijn we met z'n allen in een coronabubbel gaan repeteren in Hotel Theater Vigy. En nu zijn we in het topsportcentrum in Almere. En er zijn nog steeds helaas geen buitenstaanders welkom. En ja, we blijven binnen onze bubbel. Ook wordt er geregeld getest. Andere jaren trok het studentenorkest langs verschillende theaterzalen in heel Nederland. Met de 1,5 meter afstand die het publiek nu van elkaar moet houden, zou dat betekenen dat er maar weinig mensen optreden kunnen bijwonen. Dus was het zoeken naar een alternatief. En de topsporthal in Almere blijkt uitkomst te bieden. Van de 3000 stoelen kunnen er nog steeds 500 gebruikt worden. Al deed de locatie de wenkbrauwen bij sommigen wel even fronzen. Ik was daar best wel sceptisch over, eerlijk gezegd. Maar het is gewoon een hele fijne zaal, goede akoestiek, het klinkt lekker. En ja, met die lichtshow merk je ook helemaal niet meer dat het een sporthal is. Het voelt ook helemaal niet als een sporthal. Het heeft best wel een chic gevoel. Dus daar heb ik echt geen kwaad woord over te zeggen eigenlijk. Binnen 1,5 meter van elkaar op een podium zitten is voor vrijwel alle studenten iets van lang geleden. En dat is wennen geblazen. Nou ja, nu hoor je elkaar. Dat is echt, op 1,5 meter heb je zo'n afstand. En ik speel dan hobo en bij de houtblazers is het zo belangrijk dat je dicht bij elkaar zit voor de stemming, voor het samenspel, het samen tegelijkertijd inzetten. Dat is allemaal bijna niet te doen op 1,5 meter afstand. Dus ten eerste dacht ik, oh wat fijn, dat komt allemaal weer goed. En toen begonnen we samen te spelen en toen dacht ik, oh, je hoort echt alles ineens. Dus dit was ook wel weer even wennen aan het oude normaal, wat hopelijk weer het nieuwe normaal zal worden. Maar ja, dat is echt super fijn. Het laatste van de 8 concerten vindt volgende week zondag plaats. Uitverkocht zijn ze nog niet allemaal, dus er zijn nog kaarten te koop. Bij voetbalclub Almere City is geschokt gereageerd op het overlijden van oudspeler Jerge Hoefdraad. Hij overleed dinsdag aan zijn verwondingen nadat hij zondagochtend zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Amsterdam. Gistermiddag stonden de spelers voor het eerst sinds de schokkende gebeurtenis weer op het trainingsveld. Het ongeloof is nog altijd groot bij de spelers en het personeel van Almere City FC. Oudspeler Jerge Hoefdraad werd zondagochtend tijdens een feest in een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost neergeschoten nadat hij een ruzie wilde sussen. Oud-profvoetballer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en overleed uiteindelijk op dinsdag op 35-jarige leeftijd. Hoefdraad speelde in totaal 3 periodes bij Almere City en kwam tot 153 wedstrijden. Het drama rond de oudspeler heeft er flink ingehakt bij de club. Ja, nou, dat mag je wel zeggen. Hè. Want natuurlijk zaterdag had verschrikkelijke nieuws van Noah Gesser. Die samen met zijn broertje verongelukte. Een oud jeugdspeler van ons. En daar kwam dit zondag overheen. Ja, en Jerge heeft natuurlijk zoveel jaar voor onze club gespeeld. Dus dat had enorm impact, ja. Veel spelers van de huidige selectie hebben nog samengespeeld met Hoefdraad. Aanvoerder Tim Reserveur bewaart goede herinneringen aan de alom geliefde speler. Hij was echt een begenadigd voetballer. Want, ik kan me nog wel herinneren dat Vincent Janssen nog wel eens gevraagd is bij Tottenham met wie van de ene beste speler met wie hij heeft samengespeeld. En dat hij gewoon in dat rijtje Hoefdraad opnoemde, terwijl hij ondertussen al met Harry Kane en zo speelde. Dat gaf wel aan hoe jongens naar hem keken. Ik denk dat alle jongens, had ontzettend veel kwaliteit. Is er misschien niet altijd uitgekomen, ook te maken met wat fitheid en misschien mentaliteit qua voetbal. En niet op het top prof, maar fantastische gozer. Super vrolijk. Was altijd in voor het dolletje. Bleef altijd nog even hangen hier op de club. Had vrienden die er ook aan het kwamen. Zijn gezin of zijn vrouw was hier af en toe. En ja, wat dat betreft was hij gewoon geliefd. En dat was hij ook voor mij. Dus dat was hij eigenlijk voor iedereen. Dus ik denk niet dat ik nu iets zeg wat iemand anders niet vindt. Almere City zal komende maandag tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen spelen met rouwbanden. En volgende week vrijdag voor de eerste thuiswedstrijd zal er onder meer een videocompilatie van Hoefdraad worden vertoond op de ledschermen in het stadion. Hoe moeten we Jerge Hoefdraad blijven herinneren? Als een mooi en rustig en mabel mens en een begenadigd voetballer. Jarenlang was het een begrip in Dronten, de Vlot, de experimentele lokale omroep. Vele tientallen, honderden uren aan beelden zijn in de jaren 70, 80 en 90 gemaakt. De videobanden zijn afgestoft, gedigitaliseerd en nu te bekijken bij het Flevolands Archief. Dit is een greep uit de vele leuke, grappige en bijzondere verhalen van bijna 25 jaar lokale omroep in Dronten. Startband.
Steppen voor het goede doel. En niet zomaar een paar rondjes rond de kerk, nee, iets uitdagender. Om het 25-jarig bestaan van studentenvereniging USRA te vieren, werd bedacht om van Parijs naar Dronten te steppen. In het voorjaar van 1983 reden ze in estafettevorm van de Franse hoofdstad naar de Meerpaal. Met als doel geld ophalen voor Tanzania. Hoeveel uur heb jij op de step gestaan? Ruim 10 uur, zeg maar 10 uur en een kwartier. Nou, ik denk dat we nu eerst beter naar de band kunnen gaan kijken. Hè? En jullie geven daar rechtstreeks commentaar op. Hier een shotje in de binnenstad van Parijs. Met z'n vieren steppen we hier 2 rondjes rond de Arc de Triomphe. Een van de bekendste bezienswaardigheden in Parijs. En zo begon de lange, helse tocht naar Dronten. Overdag, maar ook in het donker. Maandagmorgen, 4:30. Vertrek vanaf de camping Bois de Boulogne. Dit is groep 1, zoals gezegd eigenlijk de snelste groep. Hier zitten de sterkste jongens in. U ziet op de achtergrond een bus met zwaailichten. Deze bus die zorgde ervoor dat de steppers van achteraf beschermd werden. Van Parijs dwars door de schilderachtige Franse dorpjes. En dat zonder te stoppen voor alle kruisingen. De bus gaat daar op een kruispunt staan, blokkeert zo de weg en houdt de tegemoetkomende auto tegen. Zonder oponthoud kan de groep door, dwars over de glooiende heuvels van België. Asfaltkasseien, niets houdt de groep van 12 tegen. Telkens staan er 4 van hen op een step. Ik vind het hartstikke gezellig. We hebben een leuke ploeg mensen bij elkaar. Nou, de ploegen die zijn goed ingedeeld. We kunnen goed met elkaar meekomen. Inmiddels zijn de steppers over de helft, maar nog lang niet thuis. Leuk om eens een keer dat mee te maken. Ik had het voor een goud willen missen. Kilometer na kilometer komt Dronten steeds dichterbij. De steppers gaan via Biddinghuizen naar Zwifterband om bij de Meerpaal in Dronten te eindigen. Dat we ontvangen zouden worden, hadden we wel verwacht. Maar op die manier, nee, zo niet. Ryan Dick staat het voor de Meerpaal. De regen wordt getrotseerd om de helden van USRA toe te juichen. In de Meerpaal worden de mannen en vrouwen gehuldigd. En de actie was een succes. De steptocht heeft 14.000 gulden opgebracht voor het goede doel. Veilig Thuis Flevoland trok onlangs aan de bel. Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Flevoland stijgt. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Omroep Flevoland praat de komende dagen met 4 vrouwelijke slachtoffers van geweld achter de voordeur. Wat is hun verhaal en waarom stapten ze niet meteen op nadat de eerste klap was gevallen? From beginning he is nice. He take care of me every time and he handsome. Hij is meer van verbale geweld. Dingen die echt kapot maken van binnen. I knew him from the beginning when he didn't drink and I was thinking that I can help him. Ik schaamde me daar eigenlijk voor. 4 vrouwen. Alle 4 kregen ze te maken met geweld achter de voordeur. Ze kregen klappen, werden seksueel of psychisch mishandeld of opgesloten. Door de man van wie ze hielden. In 3 afleveringen doen ze hun verhaal. Ook om te laten zien dat er een uitweg is. In deze 2e aflevering praten we met de 32-jarige Justina uit Polen. 10 jaar geleden ontmoette ze als arbeidsmigrant in Nederland haar Poolse man. Je hoort ook het verhaal van de 31-jarige Edem uit het Afrikaanse Togo. In 2014 kwam ze voor de liefde naar Nederland. Dan blijkt haar prins op het witte paard een heel ander persoon te zijn. En al na 3 maanden gaat het mis. Gelijk kwam weer die agressiviteit dan naar boven. Hoe meer ik vragen wil stellen, toen ging me echt klappen op mijn mond. En mijn mond scheurde zo met bloed. Ik kon niks meer vragen. Ik moest gewoon stoppen en leven met wat ik heb. Want anders kreeg je meer klappen? Ja. Je probeerde te voorkomen dat hij, dat hij boos zou worden? Ja. Dus wat kan ik nu doen om het te verbeteren? Of misschien heb ik iets verkeerd gedaan? Waarom is het zo gegaan? Je zocht de schuld bij jezelf? Ja. Er moeten toch buren zijn geweest die wel eens wat gehoord hebben, toch? Nee, het is niet wat ik mee heb gemaakt. Hij heeft me in totaal 4 keer een klap gegeven. Maar hij is meer van verbale geweld. Vernedering. Vernedering. Dingen die echt kapot maken van binnen. Dat je denkt van wauw, ja, je bent niks. Ondanks het geweld blijft Edem bij haar partner. Ook Justina blijft na iedere klap geloven dat haar man spijt heeft en zijn leven zal beteren. The first was when we buy a house, I will change. After that, I promise after this wedding, I will change.
from always. Many times I hear that I'm giving too many chances, but... You wanted to believe him, of course. Yeah. You wanted it to get better. When I love someone, I'm trying to do everything to make our life better. That's why I wanted to believe him. I know it was too long. Hoe kan het toch dat vrouwen niet meteen vertrekken na de eerste klap? Waarom blijven ze, soms jarenlang? Leonie Hutte van het Oranjehuis Almere legt het uit. Daar zijn meerdere redenen voor. Bij huiselijk geweld is het natuurlijk zo dat het gaat om een intieme relatie. Dus je houdt van degene die jou het geweld aandoet. Dat maakt het al heel dubbel. Daarnaast is het zo dat veel van de cliënten die wij zien in hun jeugd geweld hebben meegemaakt. Vaak tussen hun ouders. Dus het is een voorbeeld wat ze hebben meegekregen. En speelt misschien ook mee dat, dat het geweld zich, zich langzaam ontwikkelt. Hè? Ja. Dus dat het niet van de ene op de andere dag is dat je totaal in elkaar wordt geslagen. Men wordt niet op de eerste date in elkaar geslagen. Men wordt juist heel erg verliefd op de eerste date. En dat wordt een hele mooie relatie met heel veel wederzijdse affectie. En langzaamaan komt het patroon van wacht eens even. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat jij altijd met je vriendinnen nog op stap gaat. Of waarom breng je zoveel tijd met je familie door? Dat hoeft toch niet? Je hebt toch genoeg aan mij? Die kant komt langzaam bovendrijven en dat wordt steeds groter. Na jaren van geweld besluit Justina weg te gaan bij haar man. Dat gebeurt op het moment dat de veiligheid van haar zoontje in gevaar komt. And in this fight he started to throw stuff like a working shoes with this metal nose and everything. As I was thinking about it every day, how to do this, because I didn't know what I can expect. You didn't have someone to go to tell your story, help me? No. I didn't know to who I can go. I said it only to my friend and she said, I knew it. I knew it's something wrong, but I didn't want to tell you because you believed him. She didn't want to have a fight with me about that. Because it was easier to say, no, everything is fine, than said the truth. So yeah, 1 week later I told him I want to divorce. He was like, okay, you're joking, or you will change your mind. Because I always forgave him, you know. But it was already too much for me and I was done. I was really done. Op de avond dat de politie voor de deur staat, loopt het geweld dusdanig uit de hand dat Justine maar een paar minuten heeft om wat spullen te pakken en mee te gaan naar een veilig adres. Ze krijgt een noodbed in het Oranjehuis. In that moment I felt really bad. Like, why they can take him? Why I need to be out? I didn't understand it. You wanted to stay in your own house? Ja. Yeah. Gedragsdeskundige Antoinette de Geus van het Oranjehuis in Almere legt uit dat geweld binnen een relatie vaak volgens een vast patroon verloopt. Een verklaring is dat het geweld er niet constant is. Het geweld komt in fases weer voor. We zien vaak dat het start met de oplopende spanningen in de relatie. Er zijn discussies. Onderling, het loopt niet lekker, spanningen. De volgende fase is de aanloop naar het geweld. De discussies lopen op, de verwijten lopen op. Dan komt het tot een uitbarsting van het geweld. Gevolgd door een periode van de witte broodsweken noemen we dat wel eens. Van rust, van spijt, toenadering tot elkaar. Dan komen de beloftes op betere tijden. Om vervolgens weer, dan gaat dat weer over naar toch spanningen. Ontstaan er toch weer ruzies, stress. Discussies. Sommige mensen leren zelf om dit te doorbreken, hebben zelf oplossingen, vinden een weg om hier uit te komen uit deze geweldcirkel. Maar heel vaak is er toch wel hulp nodig om dit te doorbreken. Het lukt Edem niet om zelf bij haar man weg te gaan, ook al doet ze wel haar verhaal. Voor het eerst heb ik vertrouwen in mij uitgenomen, alles te kunnen vertellen voor het eerst, alles wat gebeurde. Hij zei, nee, je kan niet daar blijven. We willen je graag helpen, je moet eruit. Dus ze had geprobeerd. Eerste stappen, tweede stappen genomen. En nadien zei nee, ik wil niet. Ik ben getrouwd voor goed en voor slechte tijd. En ik heb de hele procedure gewoon gestopt en ik ging weer naar huis. Dus toen had je weg kunnen gaan, maar je hebt ervoor gekozen
Ja. Om bij hem te blijven. Ja. Edam is inmiddels zo ziek dat ze uiteindelijk inziet dat ze weg moet. Die man kwam weer van werk en wil seks met mij hebben in die conditie. Ik zei, ik ben ziek. Hij wil mij forceren nog die nacht. Mm-hmm. En die zei, ik kan niet meer. Ik ben weggerend. En toen was een knop gewoon gedraaid in mijn hoofd. Nee, ik moet echt rennen voor mijn leven. Toen heb ik wellichters geweld. En ze hebben het niet moeilijk gemaakt, want mijn dossier was al bij hun. En ze zeggen, oké, we gaan je terugbellen. En ze gingen regelen met Oranjehuis. Ja, en ik ben gewoon daar gebleven. Vanuit de noodkamer ging je naar een eigen appartementje? Ja, ik heb een appartement gekregen. Ja. En gewoon begeleiding gekregen. En ik begon mezelf weer vragen te stellen. Wie ben ik? Wat waren mijn dromen? Wat wil ik zijn? Wat ik niet zou weten, is dat mijn man die zo stoer deed, kon ook zo belangrijk zijn. Hij was een keer hier gekomen toen onze dochter jarig was. En hij wilde gewoon nog doen alsof hij de basis is mij niet. Dit is mijn huis. Daar was bij jou. En je kon alles zeggen wat je wil, maar daar is de deur als je nu je mond niet ophoudt. Dus hij was zo bang. Op een moment zei ik pak mijn telefoon en ik bel de politie als je nu mijn huis niet verlaat. Hij was gelijk weg. En zo kon je dat ook doen, meid. Ja, ik was zo trots op mezelf. Hè. En sindsdien, nooit meer. En dit was Flevoland voor vandaag. Morgen sluiten we de jaren 90 af met een optreden uit de musical Rocky Horror Show. En ook musicalster Pia Douwes is de gast. Vanaf 1 uur op radio, tv, app en website. Een heel fijne avond en tot morgen. Dag.